Goedemorgen allemaal. Bienvenue à cette session de clôture belge de l'année européenne consacrée au vieillissement actif. L'objectif de l'année européenne consistait à examiner de quelle manière le vieillissement de la population pouvait être mis à profit pour garantir le développement d'une société solidaire. De vergrijzing van de bevolking is eigenlijk een van de grootste uitdagingen waarmee we vandaag te kampen hebben. En gelukkig maar, zou ik zeggen, want dat betekent dat we allemaal lang leven, of toch gemiddeld lang leven, en de uitdaging zal zijn om ervoor te zorgen dat we vooral gelukkig lang kunnen leven. Want het aandeel van mensen, het aantal mensen boven de 50 jaar, zal de komende jaren heel sterk stijgen. En het segment van de zogenaamde actieve, werkende bevolking zal in verhouding krimpen. In de meeste landen zal het aantal werknemers dat elk jaar met pensioen gaan sterk stijgen. En dat zal uiteindelijk hoger liggen dan het aantal nieuwe mensen op die arbeidsmarkt. En dus zeg ik dikwijls, in de toekomst zal iedereen die poten en oren heeft moeten werken, want we zullen echt wel iedereen nodig hebben. En dat is waarschijnlijk in deze tijd, waar heel veel ontslagen vallen, een beetje een raar geluid. De vergrijzing van de bevolking is dus een uitdaging. Maar we spreken dikwijls over vergrijzing, maar we vergeten ook dikwijls de verwitting van de bevolking. Dat is het aantal mensen boven de 80 jaar. En we spreken van vergrijzing en sommige mensen vinden dat dat op 50 jaar begint. Dat is soms ook wel zo. Maar sommigen spreken vooral in de arbeidswereld al zelfs vanaf 45 jaar. Nu, als je weet dat we gemiddeld 80 jaar leven, maar veel mensen ook al 100 jaar, dan spreek je eigenlijk over 50 jaar en dat is de helft van een mensenleven dat je eigenlijk al bij die oudste categorie zou behoren. Dus je voelt wel dat er daar onevenwicht zit. En als je een beetje wel op afstand kijkt, dan zie je dat vergeleken met 40 jaar geleden, toen was je op 60, 65 jaar een oude mens, ja, dat eigenlijk die fase doorverschoven is naar 75, 80 jaar. En dat we eigenlijk, als je ons leven bekijkt als een taart, een groot taartstuk, namelijk tussen 55 en 75 jaar, cadeau hebben we gekregen, waarin mensen zich zeker niet oud voelen en zich dikwijls ook niet zo gedragen. En de vraag is natuurlijk, wat gaan we daarmee doen? Want er wordt dikwijls over vergrijzing gesproken in de zin van, ja, financieel. Dat zal onze begroting bedreigen, dat zal onze levensstandaard afremmen. Maar het is natuurlijk ook wel een kans, geeft de mogelijkheid om ons leven anders te bekijken, om langer en gelukkig te leven, zowel op het werk als tijdens het pensioen. Maar om daar iets mee te doen, zal het heel belangrijk worden dat vele mensen samenwerken. En dat lijkt evident, maar als je vandaag naar de realiteit kijkt, is dat niet zo evident. Overheid, werkgevers, vakbonden, burgers zullen moeten samen toekomstscenario's uitwerken. Actief ouder worden, dat wil zeggen in staat zijn lichamelijk, maatschappelijk, geestelijk welzijn gedurende zijn hele leven te verwezenlijken, aan de samenleving deel te nemen. Dat betekent dat we eigenlijk niet op één terrein, maar op vele terreinen zullen moeten werken en verbanden maken. We denken daar uiteraard aan de werkstelling, maar ook aan participatie van ouderen, in de media bijvoorbeeld, telkens aan is aan het veranderen. Maar in de reclamewereld zie je nog dikwijls jonge, actieve mensen, behalve in de banksector, want dat is waarschijnlijk omdat oudere mensen meer vermogen hebben, zie je stilletjes aan ook fotoclubs met vergrijzende mensen. Maar rond gezondheidszorg, rond armoedebestrijding, het armoederisico bij oudere mensen ligt vrij hoog. Het vrijwilligerswerk, aangepaste huisvesting en mobiliteit.
Maar onze mentaliteit rond werk moet ook een stuk veranderen. Ik zeg dikwijls een beetje anekdotisch, werk, dat is zoiets waar je zo laat mogelijk moet aan beginnen. Ja, dus maken dat je lang studeert en dat je niet te vroeg start met werken. En waar je dan zo rap mogelijk terug moet vanaf geraken. Vooral vanaf 45 begint men daar al aan te denken. En het rare is dat men dan veel vroeger pensioneerde. En als je aan die mensen vraagt, heb je even tijd? Dan zeggen ze, mijn agenda staat vol. Ze zijn van alles aan het doen. En sommigen hebben nog nooit in hun leven, bij wijze van spreken, zo hard gewerkt als tijdens een pensioen. Dus we moeten dan, ik geef dat maar als voorbeeld, een beetje zwart-wit, maar dat betekent dat we eigenlijk ook wel moeten nadenken over wat is werk, hoe wordt werk georganiseerd, waarom willen mensen werk zo snel mogelijk verlaten. En ik denk, als je daar goede analyses van maakt, dat je dan ook tot werkbare oplossingen kunt komen. Il est en outre essentiel de s'assurer que les mesures visant à rendre les aînés actifs portent sur tous les groupes d'âge. Les aînés eux-mêmes ne formeront pas un groupe homogène. Il est nécessaire d'avoir une approche diversifiée de la question. Het is duidelijk dat diverse politieke verantwoordelijken op verschillende beleidsniveaus, administraties, organisaties, sociale groepen en sociale partners bij de problematiek moeten betrokken zijn. Het is ook belangrijk om te merken dat de overheid kan ondersteunen. Maar uiteindelijk moet ieder wel zijn verantwoordelijkheid nemen op haar of zijn niveau. In België is de deelname van ouderen, en dan bedoel ik hier 55-plussers, aan de arbeidsmarkt niet voldoende. Wij liggen zwaar onder het Europees gemiddelde. C'est pourquoi que des mesures doivent impérativement être prises pour faire en sorte que plus de 55 ans travaillent plus longtemps qu'aujourd'hui. Chaque travailleur doit contribuer un peu plus longtemps au financement de notre sécurité sociale. Sans cela, les jeunes d'aujourd'hui vont devoir payer des sommes considérables pour pouvoir financer les pensions des pensionnés. Ou alors, la sécurité sociale sera considérablement dégradée pour tous les citoyens. En ook specifiek rond werk stellen zich een aantal uitdagingen. Eén, ik heb het al een paar keer gezegd, langer werken. Maar langer werken heeft natuurlijk ook verband met de werkbaarheid. En kijk naar de werkomgeving, arbeidsvoorwaarden, daar moeten we aan werken. Trouwens niet alleen voor ouderen, ook voor jongeren. En we moeten ook kijken naar loopbaanbeleid. We hebben nog heel sterk de neiging om te denken in loopbanen van 30, 40 jaar geleden. Je studeerde af, je begon bij een werkgever, je bleef er altijd bij. En je verdiende steeds meer en je bleef dikwijls in dezelfde functie. We zien vandaag, doordat de wereld zo snel verandert, dat dat eigenlijk geen optie niet meer is. En we moeten vooral voor zorgen dat er systemen ontstaan dat ook mensen van boven de 55 jaar, die nog wel willen werken, maar bijvoorbeeld geen eindverantwoordelijk voor alles willen zijn, dat dat ook mogelijk is. Ik geef u een heel concreet voorbeeld. In het onderwijs, als je directeur bent van een school, en je zegt vanaf je 60 jaar, ik wil nog wel lesgeven tot mijn 65, maar ik wil geen directeur niet meer zijn, dat is onmogelijk. Hè? En in heel wat bedrijfstakken is het bijna onmogelijk als je directeur geworden bent om terug bijvoorbeeld expert te worden. Nochtans zijn er veel mannen en vrouwen die zeggen, ik wil wel tot mijn 65 werken, maar niet als eindverantwoordelijke. Ik wil wel blijven werken 4 dagen per week, hè, en 3 dagen thuis, in de vorm van landingsbanen, maar niet meer 5 dagen per week en dikwijls in verantwoordelijke functies met nog veel meer uren. Dus we moeten daarover nadenken. Maar we moeten ook nadenken over het feit dat of dat nu zo verantwoord is, dat je pas het meeste verdient als je ouder bent. Eigenlijk hebben mensen in de middenleeftijd heel veel centen nodig, want ze hebben dikwijls studerende kinderen, ze moeten een huis kopen of afbetalen, ze hebben heel wat nodig. En voor alle duidelijkheid, want dat wordt dan dikwijls verward, ik pleit er niet voor om de lonen te laten dalen als je kijkt over heel je loopbaan.
tel al die lonen op, je hebt een bepaalde som, maar en verdeelt dat anders dan nu. En dat is niet zo onwerkelijk. Als je naar de Scandinavische landen gaat kijken, dan merk je, ook in het onderwijssysteem bijvoorbeeld in ons land, dat je voor 23 of 25 jaar loonsverhoging krijgt, maar dat je dan een vlakke loopbaan hebt. Daar is dat in de Scandinavische landen bijna algemeen. En dat betekent dat mensen van 55 plus ook veel langer blijven werken. Want wat zien jullie dikwijls? Dat werkgevers bij herstructureringen en saneringen de oudere mensen eerst op straat zetten, omdat die natuurlijk de hoogste lonen hebben of het meeste kost vanuit een ander perspectief. Dus dat zijn geen gemakkelijke discussies, ik ben mij daar absoluut van bewust, maar ik denk wel dat we ze moeten opnemen. We moeten in die zin ook werk maken dat mensen die ouder zijn dan 50 jaar en om een of andere reden hun werk verliezen, terug kans krijgen op hun job. Momenteel is die kans vrij klein. In de zorgsector lukt dat nog, omdat men daar echt met een groot tekort aan personeelsleden komt. Maar in de harde sector is dat veel moeilijker. Vandaar dat de roep rond brugpensioenen, vanaf 50, 52 jaar, dat dat nog altijd heel sterk leeft. We moeten ook nadenken over opleidingen. Permanent opleiden. Want je verliest eigenlijk je waarde als werknemer, voor een stuk ook als mens, als je blijft stilstaan op het moment dat je 20 jaar bent. Dus levenslang leren, levenslang opleidingen volgen, maar ook aangeboden krijgen voor alle duidelijkheid, denk ik, is heel belangrijk. En natuurlijk ook optreden tegen leeftijdsdiscriminatie. Als mensen of als bedrijven een herstructurering moeten doen, waarom moeten altijd de oudsten er eerst weg? Ik denk dat er ook nog een grote opdracht zit in overdragen van ervaring. We zien dat in heel veel bedrijven de oudste mensen ontslagen worden. Ik zeg u, binnen 10 jaar hebben die bedrijven daar dik spijt van. Want je zet niet alleen mensen op straat, je zet vooral kennis op straat, hè? Flexibiliteit op straat. En als je allemaal jonge mensen aanwerft, dan verlies je heel wat kennis in je bedrijf. Ik heb al gezegd van werk, we kijken daar een beetje scheef naar. Hè? Dat is iets vies geworden tegenwoordig. Terwijl arbeid en werk veel meer te maken heeft dan alleen met centen. Het geeft u vrienden, het heeft u dikwijls zin in het leven. Je weet waarvoor je moet opstaan. Je moet dan maar eens vragen aan mensen die geen werk hebben. Of mensen die een stuk tegen hun zin op pensioen gaan zijn, wat werk voor hen betekent. Dus we hebben nogal wat aan de uitdaging. Het travail est un droit auquel chacun va pouvoir prétendre, auquel chacun va pouvoir accéder, quel que soit l'âge. Ainsi, les autorités publiques doivent-elles avoir pour mission de mieux se faire rencontrer employeurs et travailleurs, notamment par le biais de mesures visant à encourager l'engagement et le maintien au travail. We hebben als regering beslist om de leeftijd van het vervroegd pensioen te verhogen. De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het brugpensioen werden opgetrokken en de werkgever moet hiervoor, als ze ze gebruikt, ook hogere bijdragen betalen. Brugpensioen heet voortaan trouwens werkloosheid, dus trouwens altijd werkloosheid geweest, maar met een bedrijfstoeslag. En net zoals elke andere werkloze komt de brugpensioen pensioneren voortaan in aanmerking voor het actieve plan. Ook de stelsels van tijdskrediet en loopbaanonderbreking werden sterk hervormd. En eigenlijk is een beetje het principe dat alles met 5 jaar verlaat werd, gezien de gemiddelde overlevingstijd of leeftijd in België. Daarnaast vragen we werkgevers om een werkgelegenheidsplan op te maken voor oudere werknemers en dat vooral mee te nemen in de diversiteitsplannen. Want ook leeftijd, mensen op de werkvloer van verschillende leeftijden, dit heeft te maken met diversiteit. En we zullen ook de regels verstrengen en werkgevers toch veel meer stimuleren
om opleidingsverplichtingen na te komen. We hebben nu voor de laatste begrotingsbesprekingen heel duidelijk gezegd dat als er economische werkloosheid is in een bedrijf, dat men die werkloosheidsperiode aangrijpt om werknemers te vormen of bij te vormen. Dat is goed voor het bedrijf als het terug kan heropstarten. Dat is goed voor de werknemers als het dan toch slecht afloopt, als ze een ontslag krijgen. Maar ze hebben ondertussen wel kennis opgedaan om eventueel een nieuwe job makkelijker te vinden. Het travail aussi un devoir auquel chacun va souscrire, dont chacun va prendre conscience, et ce, quel que soit l'âge. En ces temps difficiles, qui voient des défis gigantesques se dresser devant nous, ne pas travailler constitue un luxe que notre société ne peut s'offrir. Et ici aussi, il s'agit là d'une part de veiller à ce que les emplois soient très créés en nombre suffisant et d'autre part de s'assurer que chacun s'en procure un. C'est là mon credo et la logique dans laquelle je souhaite inscrire l'ensemble des acteurs du monde du travail. C'est par ce biais que nous parviendrons à préserver l'avenir de notre sécurité sociale et donc à garantir la qualité de vie de nos concitoyens. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren en andere generaties. Ik denk trouwens dat een van de uitdagingen is om in de toekomst ook op dat vlak meer dimensioneel te denken. Als men bijvoorbeeld rond mobiliteit en aanleg van pleinen en parken nadenkt over de toegankelijkheid van ouderen, is dat de stoepen, welke kassei men legt enzovoort, dat is niet alleen in het belang van ouderen, dat is ook heel sterk in het belang van jongeren. Van jongere ouders die ooit een buggy moeten doen. Dus wij moeten vanuit dat perspectief kijken naar de verschillende generaties, welke politieke acties en beleid we uitwerken. Vandaar dat het heel belangrijk is dat we veel mensen laten participeren als er plannen opgemaakt worden, zodat we tijdig de kritieken krijgen om plannen aan te passen. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier eigenlijk een pleidooi hou voor mensen die het niet nodig hebben. Want jullie zitten hier allemaal, jullie zijn allemaal nog actief. Maar ik hoop dat je samen met mij deze boodschap wilt uitzenden naar uw omgeving, naar uw peergroeps. Want het is echt wel belangrijk dat we daar aan werken. Ik wens jullie verder nog een zeer aangename en wel productieve dag. Merci beaucoup.